Wie van oude auto's houdt, kan zijn hart ophalen bij Metropool Classic Cars in Druten. Ze zijn sinds kort geopend en ik ga een kijkje nemen. We gaan de streek in. Wat een prachtige collectie auto's hebben jullie hier. Een bijzondere collectie ook. Ja, een bijzondere privécollectie. Van meer dan 200 auto's, 30, 35 tal brommen, motorfietsen en nog verschillende vrachtwagens. Ik denk voor ieder wat wils. En er staan ook echte raceauto's, want daar werd ook echt mee geraced, hè? Ja, jaren 30. Alfa Romeo vooral hebben we staan, de jaren 30. De 6C en de 8C. Maar ook nog een auto waar jaarlijks mag de Mille Miglia mee gereden wordt. Hoe zijn jullie aan al deze unieke auto's gekomen? Ja, dat is een wereldwijde zoektocht van de directeur-eigenaar Frans van Haren. 45, 50 jaar lang wereldwijd gezocht. Verschillende items zijn er binnengekomen. Wordt aangekocht bij bekende veilinghuizen, maar wordt ook vooraf aangeboden. Zeker ook nu we beneden op de begane grond Metropool Classic zijn gestart, komen daar ook continu nieuwe items binnen en worden toegevoegd aan de collectie of worden doorverkocht. Hey Ramon, maar jullie zijn nog niet zo lang open, hè? Nee, sterker nog, we gaan open. We zijn nu net geopend. Vanaf 19 februari zijn we iedere zaterdag geopend en kan een particulier of een kleinere groep mensen, hè, vanaf 50 mensen of meer, faciliteren wij ook een horecagelegenheid. Maar de kleinere groepen zijn op zaterdagmiddag welkom. Op zaterdagmorgen van 9 tot 3 zijn wij geopend. En kan men een tijdslot boeken om deze collectie te komen bekijken. Ja, want hier staan ook weer unieke auto's. De Kever, die kent iedereen wel. Ja. Maar toch zijn het unieke exemplaren. Goed, we staan nu in de hoek van Volkswagen Porsche. Praten we natuurlijk over Volkswagen. Was daar Porsche al bij betrokken, al voor zichzelf begon. Praten we over Volkswagen. Praten we natuurlijk over Ben Pon, de bekende Nederlandse importeur. Die ooit de Volkswagen Transporter T1-bus heeft ontworpen. Nou, de verschillende modellen hebben we hier verstaan. We hebben hier toevallig een Deluxe staan. En de meest luxe en exclusieve uitvoering was toen de tijd de Samba. Een prachtige bus in begin jaren 60. En daarnaast, nou, het is al een unieke locatie, want veel mensen zullen dit eerst herkennen als het vroege gebouw van Trio Meubelen. Trio Woonmeubelen, ja. Zat hier. Hoe is het dan hier zo ontstaan? Trio Woonmeubelen is failliet gegaan in 2009. Toen is het aangekocht en heel langzaamaan zijn de auto's die al in Druten stonden, bij de burcht, bij de kerk, zijn langzaamaan hier naartoe gegaan. De collectie is alleen maar gegroeid en gegroeid. Uiteindelijk zijn het totaal 200 auto's, 30, 35 tal brommen, motorfietsen. En sinds kort hebben we nog een prachtige verzameling met vrachtauto's erbij. We hebben nog een 35 tal vrachtwagencombinaties binnenstaan. En ik denk dat we zo een prachtig beeld hebben van oldtimer beleving, passie en beleving, van door de jaren heen. Nou, naast het museum hebben jullie dus beneden ook een verkoopruimte waar auto's verkocht kunnen worden. Ja. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Heeft dat met elkaar raakvlakken? Of? Ja, heeft zeker raakvlakken. Beneden bij Metropool Classics verkopen we auto's, oldtimers, youngtimers en unieke voertuigen. Die herkenbaar zijn uit bepaalde tijdsperioden en waar vraag naar is, wat echt actieve handel is. Daarnaast hebben we hierboven in het museum echte topstukken staan. En uiteraard zijn hier ook auto's die beneden verkocht zullen gaan worden of die hier te koop zijn. Maar dat zijn de museumstukken, zijn toch echt unieke stukken en willen we graag bewaren en collecteren bij elkaar. Yeah.
that's just what this is. One of these days these boots are gonna walk all over you. Hier staat een bijzondere Ferrari, hè? Kun je wat over vertellen? Ja, Maurice, een hele bijzondere Ferrari. De 375 GTB. Eén van de 400 geproduceerd. Maar van de 400 stuks had je er 250 met een korte neus. En je had er 150 met een lange neus. En dit is één van de enkele in een aluminium uitvoering. In lange neus. En deze heeft ook echt met rallies meegedaan? Ja, heeft met rallies meegedaan. Verschillende oude rallies meegedaan. Is ook gecertificeerd om jaarlijks op uitnodiging nog steeds je rallies mee te mogen doen. Je zei al, er staan hier echt unieke auto's. Hoe uniek is dit voor Nederland? Ja, hoe uniek is dit? 20.000 vierkante meter. Vol met oldtimer passie en beleving. Of het nu auto's, vrachtauto's is of automobilia, wat we net ook hebben gezien. Verschillende onderdelen, accessoires. Uniek in Nederland, uniek in Europa, zeker in deze omvang. Helemaal nooit is het een museum en dan verwacht je ook altijd wat bordjes met informatie. Maar jullie doen het dan op een moderne manier. Ja, heb je telefoon bij toevallig? Die heb ik. Op de auto zie jij een code en een QR-code. De QR-code? Met die code, die kun jij scannen. Dan kom je op onze website uit. Helemaal, en wat zie je dan eigenlijk allemaal? Natuurlijk prachtige foto's van de auto. Ja. Je ziet de highlights bovenin. En een prachtige uitgebreide beschrijving over deze auto. Wat hem zo bijzonder maakt. En daarnaast onderin zie je alle aanvullende informatie als de technische specificaties. Eigenlijk veel handiger, want je kunt veel meer info over een auto kwijt dan op een klein bordje. En iedereen heeft zijn telefoon tegenwoordig bij. En je moet meegaan met de tijd, hè? Dag Maurice. De volgende afdeling. Oh, dat waren de vrachtwagens, hè? De vrachtauto's. Dat is ook uniek dit, hè? In Nederland. 5000 vierkante meter met oldtimer vrachtauto's. Van halverwege jaren 30 tot aan de jaren 80. Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn sas. De meeste van deze vrachtwagens die hebben jullie ook gerestaureerd. En ze zijn allemaal wel in dezelfde kleur gespoten. Ja. Hoe zit dat? Ja, in huis worden de vrachtauto's gerestaureerd. Gerepareerd eventueel waar nodig. En uiteindelijk worden ze gespoten in deze prachtige two-tone rode kleurstelling. Die natuurlijk in de jaren 50, 60, 70 gebruikelijk was in de transportwereld. Ja, en je ziet hier ook alle bekende merken, hè? Mercedes, Scania, Fabus. Tot met Volvo, Mack. Lancia, Berna, het is allemaal in huis. Wat is je favoriete? Dan gaan we toch echt terug naar de jaren 30 Mercedes. Ja, en dan ben je enthousiast geraakt boven, je zei het al. Dan kun je hier ook nog naar deze ruimte toe. Ja. En dit is puur verkoop dus. Ja, Metropool Classics. Een prachtige omgeving, 5000 vierkante meter groot, waarin we auto's te koop aanbieden. Unieke voertuigen. Klein en uniek. Maar ook amfibie, varend. En Gibbs Aqua, een quadski. Eindelijk een combinatie tussen een jetski en een quad. We zijn in het laatste gedeelte van de locatie, dat is de horeca. Ja. Want dit is ook gewoon af te huren. Ja. Metropool Druten heeft verschillende proeflokalen in omvang en grootte die af te huren zijn voor zowel particulier als zakelijke evenementen. Vanaf 50 personen kan alles geregeld worden. Unieke locatie. Je hebt een museum, je hebt de verkoop en je hebt het stukje horeca dan. En jullie zijn geopend. Wanneer kan men hier terecht? Vanaf 19 februari. Zijn we iedere zaterdag geopend en door de week op afspraak. Tot zover de uitzending van vandaag. Heb jij nou ook een leuke of bijzondere locatie waar we echt een keer naartoe moeten? Mail ons dan. Redactie@rn7.nl. Tot de volgende keer.